Goedemiddag en welkom bij mijn uitlegvideo's over het onderwerp straling voor 3MAVO voor het vak NASC. Vandaag gaan we het hebben over de eigenschappen van straling. We gaan een klein beetje het onderwerp gaan we introduceren en we gaan een beetje kijken waar we uiteindelijk verder naartoe gaan. Nou, als je denkt aan straling, denk je misschien aan gekke kernrampen, denk je misschien aan licht, denk je misschien aan een zonnebank. Maar de meeste mensen, wat we al eerder over gehad hebben, denken toch bij licht aan een soort van stralen van een lamp bijvoorbeeld. Maar naast licht zijn er nog een heleboel andere soorten straling in de wereld, een soort van hele familie van licht. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld radiogolven. Dat zijn vaak dat zijn ook een soort van stralingsgolven waarbij je dus ook informatie kan verzenden. Dat zijn microgolven die dus in je microwave, in je magnetron zitten om je eten op te warmen. Maar ook bijvoorbeeld infrarood, wat je kent van bijvoorbeeld warmte die wordt uitgezonden. Of bijvoorbeeld als je gaat kijken naar van die infrarood lenzen die je voor Call of Duty ook op de PlayStation hebt. Andere dingen zijn ultraviolet, waar je dus bijvoorbeeld bruin van wordt in de zomer van ultraviolette straling. Van röntgenstraling, waarbij je dus kan kijken of je je arm gebroken hebt. Of bij gammastraling, die je misschien nog wel kent van de Marvel films, waar er volgens hun de Hulk van gemaakt zal worden. Nou, al die verschillende soorten straling hebben één ding gemeen. Is ze bewegen vanuit een bron. Ze komen vanuit een bepaald punt. Dus ze bewegen in alle richtingen. En ze gaan met de snelheid van het licht. De snelheid van het licht, het is ontzettend hoog. Dat is 300.000 km per seconde. Dus in de tijd dat ik seconde zeg, kan eigenlijk zo'n lichtstraal kan al 4 keer de wereld rondomheen zijn geweest. Nou, wat we nog meer weten over straling is dat wij mensen maar gevoelig zijn dus voor een heel klein gedeelte van dit soort straling. We zijn alleen gevoelig voor licht en dat is maar een inimini gedeelte. Waarom zijn we gevoelig voor licht? Nou, de zon zendt nou eenmaal het meeste licht uit en een klein beetje infrarood en een klein beetje ultraviolet, maar eigenlijk helemaal geen röntgenstraling, dus onze ogen zijn er niet voor geëvalueerd. Andere dieren die kunnen bijvoorbeeld wel infrarood zien. Slangen kunnen infrarood zien, dat zei je hier links aangegeven, waarmee ze dus makkelijker prooien ook in het gras kunnen waarnemen. En bijvoorbeeld schorpioenen of vogels die kunnen zelf ook ultraviolet zien, waardoor ze nog een soort van andere signalen naar elkaar kunnen versturen en bijvoorbeeld een beetje kunnen flirten met elkaar ook in ultraviolet. Met speciale camera's kun je daadwerkelijk ook wel al die andere vormen van straling kun je waarnemen. Als je dan bijvoorbeeld naar het universum gaat kijken, bijvoorbeeld naar hoe, hoe verschillende grote nevels, sterrenstelsels op een grote afstand zijn, zul je dus zien dat, als je gaat kijken met camera die gevoelig is voor verschillende soorten straling, bijvoorbeeld radiostraling of infrarood, dat elk ding dan net een klein beetje anders uit gaat zien. En dat is ook wel heel tof om een andere manier naar de wereld te kijken. Nou, wat gebeurt er met straling? Zo gauw de straling jou bereikt, en dat hebben we ook al een klein beetje met licht gedaan, kunnen er eigenlijk een paar dingen gebeuren. Het kan worden gereflecteerd, die straling. Het kan worden geabsorbeerd, het kan worden doorgelaten. En vaak is het een combinatie van die drie. Wat je bijvoorbeeld bij die röntgenfoto hier rechts ziet, is dat een heel groot gedeelte waar het allemaal zwart is hier, wordt de straling gewoon doorgelaten. Waar het grijs is, wordt een gedeelte geabsorbeerd. En in de witte plekken in jouw botten waar het meest hard is, daar wordt de meeste straling geabsorbeerd. En die zul je dus zien als wit. Nou, wat we daarbij verder moeten weten, waar we in het hoofdstuk ook weer verder gaan, is dat we voornamelijk gaan kijken naar ioniserende straling. Straling die een hele grote hoeveelheid energie heeft. De meeste straling is eigenlijk onschadelijk. 5G bijvoorbeeld, of radiogolven, microgolven, licht, infrarood, is allemaal niet schadelijk voor ons. We kunnen daar niet ziek van worden. Sommige stralingen die hebben echter heel veel energie dat ze bijvoorbeeld moleculen in ons lichaam kapot kunnen maken. En dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden als ultraviolet, röntgenstraling en gammastraling. En dat soort dingen noem je ioniserende stralingen. Dus eigenlijk alles wat met ultraviolet, röntgen en met gammastraling te maken heeft, is niet goed voor een mens en moet je ook niet al te veel voor binnenkrijgen. Nou, de volgende keer gaan we kijken naar hoe we dit meer in de praktijk kunnen brengen.